Hoi allemaal, ik heb een shopblog voor jullie van Primark. Ik ben weer naar Primark geweest. De laatste keer dat ik was geweest, dat was toch weer een aantal maanden terug, november of zo. En ja, ik vond het alweer een keer tijd worden om te gaan. En toen was alles ook nog voor de winter. En nu had je natuurlijk al heel veel zomerspullen weer. En ik vond het wel leuk om weer een keer te gaan. Nou, zoals jullie kunnen zien, heb ik best wel een tas vol gekocht. En ik zal jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik ben naar Almere geweest. Dat is dan het handigst voor ons. Want dat is dan toch het dichtst erbij, zeg maar. De rest ligt gewoon verder weg. En dan moeten we nog wel een poosje rijden naar Almere. Maar ja, dan zijn we toch wat dichterbij dan dat je naar Rotterdam of zo gaat. Dus nou, ik ga gewoon even de tas uitpakken. En dan kunnen jullie zien wat ik heb geshopt. Als eerste, ik vind ze achteraf super schattig. Van die slofjes met Tweety. Oh, ik vind het echt leuk. Ze waren nu 2 euro. Ze waren afgeprijsd. En ja, ik vind wel gewoon van die slofjes die je gewoon lekker in huis kan dragen, zeg maar. Gewoon, ja, lekker als je koude voet hebt, dat je wat aan hebt. En die kun je ook wel lekker mee op de bank zitten. Met gewone sloffen vind ik het altijd, ja. Daar kun je ook wel mee op de bank zitten. Maar dan, ja, dat is vaak weer, vind ik het toch weer lekkerder om zonder te zitten. En deze, die zijn gewoon wat fluffiger, wat compacter. En ja, met een Tweety koppetje. Ik vond ze gewoon zelf heel schattig. En voor de 2 euro heb ik ze ook gewoon meegenomen. En ik ben er best wel blij mee, moet ik zeggen. Je had ze ook van Tom en Jerry en zo. En ik vond deze wel heel erg leuk met Tweety. Dan heb ik ook voor het eerst wat ondergoed gekocht bij Primark. Ik had eigenlijk nog nooit ondergoed daar gekocht. Ja, de setjes zijn gewoon heel goedkoop als je daar een setje koopt. En ja, is ook een keer wat anders. En nou, ik kon nog wat ondergoed gebruiken. Dus dacht ik, gok het er gewoon op. Ik heb dit setje gekocht. En dat is dan, ja, deze was dan 5 euro. En dan heb je gewoon echt, ja, gewoon een heel simpel normaal setje. Maar voor die 5 euro vind ik het wel heel erg leuk. En ik dacht, is het proberen wel een keertje waard. Ik zie wel of dat het mooi blijft en zo. Dus of het goed zit. Maar ik ben wel heel benieuwd hierna. Die vond ik ook wel leuk. En ik heb ook nog een bruin setje gekocht. Deze was ook 5 euro. En ja, die vond ik ook wel heel erg leuk, zeg maar. En ja, is gewoon een keer wat anders. Ik had meestal koop ik toch wel veel zwart en wit. Maar dit vond ik al een keertje leuk. Ik heb ook wat kleren gekocht. Dan hang ik ze even aan de hanger. Want ze hadden de hanger eraf gehaald. Maar dat vind ik toch even makkelijker om te laten zien als het aan de hanger zit. Want ik heb de hanger natuurlijk gewoon meegekregen. Even kijken hoor. Hier zit het. Begin. 2 van die hangers erbij. Nou, dat vind ik op zich wel heel makkelijk. Ik gebruik wel vaak mijn eigen hangers. Maar ja, mocht je echt kort komen, kun je er dus gewoon aanhangen. Dat is zo'n shirtje. Ik hoop jullie kunnen zien. Een beetje lang. Ook een beetje doorzichtig en zo. En ja, met ook van die mouwtjes die je lang kan laten. En ook gewoon dus korter kunt maken. Dat vind ik wel heel erg leuk. En deze was 8 euro. En ik vind het vooral wel leuk om bijvoorbeeld met een mooi topje of zo eronder te dragen. Een mooi hemdje. En dan ja, is het gewoon heel mooi om te combineren met of een t-shirtje of weet ik veel wat. Om het gewoon leuk te combineren. Ik leg hem even daar neer. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb hem ook in het zwart gekocht. Vaak koop ik het in 2 kleuren. Want zwart en wit, dat is toch wel veel mijn kleuren. Kleurencombinatie. En vooral die zwarte vind ik het ook wel leuk om op een witte broek te dragen. Vooral straks de zomer eraan komt en het is nog niet zo heel warm. Kun je dat wel leuk combineren, zeg maar. En ook weer, ja, ook wat langer en wat doorzichtiger. Dat vind ik ook altijd wel leuk van Primark. En ja, ik moet wel zeggen dat ik de kleren wel apart was. Want ik durf niet, gewoon op een handwasje, ik durf ze zeg maar niet bij me gewoon een wasje te doen. Want dan ben ik toch op bang dat ze krimpen of dat er wat mee gebeurt of zo. Maar ja, zo gewoon los in de machine met gewoon wat wasverzachter en wasmiddel. Dan durf ik het wel gewoon op de hand was. Dat is toch koud en dan krimpt het sowieso niet. En het spul is toch wat anders dan bijvoorbeeld zo'n shirtje. Het voelt het anders aan. En ja, goed, ik weet het niet of dat je daar even voor verwacht natuurlijk. Want je koopt het voor 8 euro. Dus ja, waar heb je het dan over? Maar ja, dan was ik het liever apart. Want soms heb je gewoon een shirtje wat super lekker zit. En als het dan kapot gaat, dan vind ik het zonde. Dus maar ja, dat is gewoon eventjes terzijde. Dan heb ik een bakje gekocht. Deze was 1,50 euro. Dit is voor haarverf. Dan kun je dus, als je je haar wilt verven, kun je dat zo in het bakje doen. En dan heb je zo'n kwast erbij. En dan kun je dat heel makkelijk, zeg maar, makkelijk kleuren.
Ja, deze zag ik ineens hangen. Die had ik echt nog nooit eerder gezien. En ik vond ze wel, ja, wel makkelijk. En voor 1,50 dan heb ik hem meegenomen. Ik had ook altijd al zo'n bakje. Maar ja, die van mij is volgens mij helaas verbrand toen. Dus dan heb ik maar een nieuwe meegenomen. Dus deze vond ik wel super, super tof. Deze nu zag. Als laatste kocht ik deze knippen. Zijn een soort kappersknippen. Deze kost €2 en heb je gewoon 8 klemmen, zeg maar. Deze vind ik vooral heel erg makkelijk om als je je haren wilt krullen of zo, wilt stijlen, dat je dan je pluk op kan steken. Ja, dat is gewoon ja, super makkelijk. Ik had één zo'n klem, die had ik gewoon even bij Plaats gekocht. En ja, aan eentje heb je niet zo heel veel. Dus ja, dan heb je toch aan 8 heb je er gewoon heel veel. Je hebt aan eentje ook wel, maar eigenlijk niet genoeg, zeg maar. Nou, deze heb ik ook gekocht. Ja, en dat was het ook gewoon eigenlijk. Ik heb niet zo heel veel gekocht. Ik zocht eigenlijk trekkings en die hadden ze niet. En toen kwam ik deze spulletjes tegen en die kon ik ook wel goed gebruiken. Dus die heb ik gewoon meegenomen en voor de rest eigenlijk niet. Dit was dan ook meteen de Primark shoplog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nou, ik zie jullie gewoon heel snel weer. En ja, lijkt nog eventjes mijn pagina als je hem leuk vindt. In ieder geval nu bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg!